place. Love to go hotel. I love it. Love it. Hey iedereen, ik ben hier vandaag niet in België, maar ik ben in Valencia. Ik ben hier niet alleen, ik ben op reis met deze schnol. Weer mijn haar. Oei, sorry, sorry. Ik verpest altijd zijn haar. We zijn op Valentijns citytripje. Dankzij Tui Belgium. Ga zeker hun Instagram checken en mijn Instagram en Simon's Instagram, want we gaan heel veel leuke content maken, heel veel foto's maken en leuke dingetjes bezoeken. We zijn gisteravond laat toegekomen in het hotel en vandaag is het de eerste dag. We blijven 4 nachtjes, dus nu nog 3 nachtjes. En we gaan vandaag gewoon even rustig rondkijken wat hier te doen is. Onze hotelkamer is echt mega mooi. We hebben 2 balkonnetjes. Dit is het eerste balkonnetje en I love it. Dit is de view. Een heel mooi gebouw. En dan, daar is het andere balkon. Check wat ze aan heeft, hoe mooi is ze. Check. Broek is van Hollister. Jas is van ASOS. Topje weet ik niet meer. En zonnebril weet ik ook eigenlijk niet meer. Oeps. Dat was echt de beste. En mijn schoenen hebben avocados. We zijn aan het shoppen. Kijk, kijk, mijn papa was 10. Ja, oeps. Nee, no. Het is echt erg. Ik heb echt al veel te veel gekocht in minder dan een uur. Maar ik geef jullie straks een shoplog, want het zijn echt wel leuke dingen. Weer. Hallo. Ciao, yes. We gaan nu iets zoeken om te drinken. En daarna gaan we proberen om een scooter of fiets of zo te huren. Want we willen straks naar het strand gaan, ja. Naar de dijk en daar zien wat er daar te doen is. Want nu hebben we eigenlijk enkel nog maar de winkelstraten en zo gezien. Ja. Dus nu willen we wel ook echt wat beach zien. Maar dat is 5 kilometer denk ik van hier ongeveer. Dus handiger als je met de fiets of zo kunt. We hebben een scooter gehuurd. En we gaan naar het strand daarmee rijden. Scoot. We wilden eerst een super schattige Vespa huren, maar daar moest je 3 jaar rijbewijs voor hebben. Dus nu hebben we 50 cc Peugeot. Nu hebben we echt een lelijke scooter. Wel nog een witte, maar hij is niet zo schattig meer. Maar bon. Allee. Beter dan niks en ook zo'n lelijke dikke helm. We gaan à la playa. Waarom is à la playa? Yes, oh. En daar gaan we denk ik een restaurantje zoeken of zo. Of gewoon maar rondlopen op de dijk en foto's maken, want ik wil foto's. Oei, oei. Hoe ga ik die daar van tussen krijgen? Is dat die van ons? Ja. Dus nu hebben we zo eentje. Maar eigenlijk is die nog wel savant mooi, hè? Nee, het is niet. Ah, nee, dat is die. Dus deze lelijke. Oh. Wacht. Wat? Ja? Hoe moet ik daar af? We zijn aangekomen bij het strand en het is net zonsondergang. En de lucht is zo mooi. Helemaal roos. Op camera geeft het weer iets minder goed dan in het echt. Maar het is zo mooi. Wauw. Hallo. Santé. We hebben echt een super nice club gevonden hier. Mm-hmm. Super mooi. Hoe noemt het? Marina Beach Club Valencia. Marina Beach Club Valencia. Mega mooi. In de zomer kun je ook zwemmen. En je hebt hier echt mega goede cocktails. Ja, we hebben die gekke DJ. Ja. Straks gaan we waarschijnlijk ook hier eten. Dus ik ben benieuwd. Ja. Enjoy life. Santé. Dingetjes aan het bezoeken. We hebben net echt super lekker gebruncht in Dulce de Leche of zoiets. Echt mega lekker. Daarna zijn we naar de Mercat Central gegaan. Dat is eigenlijk een centrale markt. Een hal vol marktkraampjes met super lekker vers fruit en zo. En nu zijn we onderweg naar een heel bekende kerk met een heel mooi plafond. Allee hop. Allee hop. Wij gaan om 10:30 nog naar een restaurant. Want er is een restaurant dat echt iedereen ons aanraadt, namelijk San Tomaso. En daar is enkel nog maar plaats om 10:30. En we willen daar echt super graag gaan eten. Dus we hebben nu echt keiveel honger. Maar we gaan gewoon om 10:30 nog op restaurant. Ja, navigatie. Nee, daar. Ah. Wat vind je van Valencia? Beautiful. Morgen gaan we ook iets super mooi bezoeken. Echt eigenlijk het kenmerk van Valencia. En ik wil ook nog misschien nog wat gaan shoppen. En ik heb heel veel honger. Ik heb heel veel zin in pasta of zo.
It's a new day. Heel mooie dag vandaag, super warm ook. En we zijn op een kei mooie plaats, die bekende gebouw van Valencia. Ik ga jullie straks meer informatie geven hoe alles noemt. Want we gaan een museum gaan bezoeken en eens rondkijken wat hier nog allemaal te doen is. We gaan eerst iets zoeken om iets te drinken en te eten, want we hebben nog niets gegeten of gedronken vandaag. En we hebben allebei best wel veel honger. Er is één museum van de wetenschap, dat we echt heel graag willen doen. Want dat is echt zo het bekendste van hier, denk ik. Er is ook een soort van aquarium, dat gaan we misschien ook bezoeken. We zijn hier in het Wetenschapsmuseum. Bij zonsondergang op het strand. We zijn naar de winkel gegaan. Het was een heel avontuur om hier te geraken, wel hè? Ja, we dachten echt dat we te laat hier zijn voor zonsondergang, maar we hebben het gehaald! We hebben kleine flesjes kava, super schattig. En we hebben ook nog snacks, chips en zo daarin. We gaan gewoon gezellig, romantisch genieten. Simon heeft een croque monsieur. En wat heb jij gevraagd? Mayonaise. En wat krijg je? Platte kaas. Dat is letterlijk echt kaas. Het ziet er misschien uit als mayonaise, maar ik heb zelf geproefd. Jij zei lust nu maar tot daar gemaakt. Normaal lust ik geen mayonaise en dat is echt gewoon kaas. Hallo guys. Het moment is aangebroken, we moeten naar huis, helaas, en alles komt een eind. Normaal hadden we een vlucht om 5 uur, dus hadden we echt nog een dag. Maar door de storm is onze vlucht gecanceld, hebben we een andere vlucht moeten boeken, die nu al om 1 uur is. Dus we zijn gewoon heel de ochtend bezig geweest met valiezen, inpakken, onze scooter gaan wegbrengen. We hebben een Subway gegeten, eerste keer van Simon. Wat vond je ervan? Lekker. Maar ja, we gaan dus nu naar de luchthaven. En als ik thuis ben, doe ik voor jullie nog een shoplog, want ik vergeet dat altijd. Ik zie jullie thuis. Ciao! Ik ben ondertussen thuis. Ik kom net terug van mijn lessen op de universiteit. Maar ik had jullie nog beloofd dat ik een shoplog ging doen van wat ik had gekocht in Valencia. Dus ik ga jullie even snel alles laten zien. Ik heb echt heel veel dingetjes eigenlijk gevonden in de Mango. Als eerste deze groene broek. Ik hou echt van deze kleur en ik heb eigenlijk niet zoveel groene kleren in mijn kast buiten dit wat ik eigenlijk nu aan heb. En ik denk echt wel dat groen zo de kleur wordt dat echt gaat opkomen in de lente. Dus pastelgroen het is. En het is ook een heel lichte stof, dus goed voor een beetje warmer weer. Het volgende wat ik heb gekocht in de Mango hebben jullie mij al zien aandoen in de video. Namelijk dit zwarte t-shirtje, blouseje, truitje-achtig. Het is zo'n iets dikkere stof en het heeft zo van die dingetjes in de schouders, wat ik wel heel flatterend vind. Dit gaat ook gewoon op alles en ik vind het heel mooi met die gouden knopjes. Nog iets wat ik in de Mango heb gekocht is weer iets groen. Namelijk dit vestje. Ik heb hier al foto's mee geplaatst op Instagram, want ik vind de vibe hiervan echt super tof. En het is ook heel mooi op mijn groene broek, denk ik. Het geeft zo'n beetje Emily in Paris vibes. En dan als laatste in de Mango heb ik deze groene zonnebril gekocht. Als jullie mij goed kennen, weten jullie al echt dat ik verslaafd ben aan zonnebrillen, dus love deze. Dan ben ik ook naar de Brandy Melville geweest. En hier heb ik echt zo'n leuke trui gekocht. Een oversized trui weer. Dus deze, een donkerblauwe. Ik heb niet zoveel donkerblauw eigenlijk in mijn kast. Dus ik vind het wel leuk op een beige broek of zo. En dan heb ik nog één dingetje gekocht in de Brandy. En dat is deze pet. Ik draag eigenlijk nooit petten, maar ik vind het eigenlijk wel cool. Voor de rest heb ik nog een paar accessoires gekocht. Zoals deze ketting die ik nu aan heb. En ook deze ring. Dat waren alle dingetjes die ik heb gekocht in Valencia. En hierbij ga ik de video ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als er nog vragen zijn, laat het zeker weten in de reacties. En dan probeer ik daarop te reageren. Dankjewel voor het kijken. Bye bye!